over een paar weken en dan zal ik dat graag uitvoeren. Mevrouw Veldman van de VVD. Dank u, voorzitter. En eigenlijk naar aanleiding van het voorgaande, dat was ook mijn vraag. Ik ben blij dat daar een toezegging op is gedaan dat er een brief komt. En wat de VVD betreft, de handhaving is inderdaad heel belangrijk. Dat is ook, daar hebben we het over gehad. En toezicht op de producenten, de importeurs, de verkopers. Ook, alleen we zien ook dat het in feite, nou, een druppel op een gloeiende plaat wil ik niet zeggen, maar er is veel meer nodig. Leeftijdsgrens, goed als we het daarover eens zijn. Maar in feite gedragen die fatbikes zich als een brommer, zeg ik maar even zo. Dus je zou kunnen zeggen dat de eisen die voor een brommer gelden ook van toepassing zouden moeten zijn op de fatbike. Ik heb gehoord dat dat onderscheid moeilijk te maken is. Gaat u ons over te informeren? Hebben wij zelf ook al over gelezen als Kamer. Alleen niemand had ons verteld toen wij hier de Kamer in gingen of u de politiek in gingen, dat het eenvoudig zou worden. Ja. Dus de oproep, dat die ondersteuning van harte, en ik wil vragen om daar vooral ook vaart achter te zetten. Dank u wel. Ja, onmogelijk of moeilijk. Moeilijk is te doen, onmogelijk is niet te doen. En dat is hier het verschil. Dus ik wil best kijken of we dat onderscheid kunnen maken. Maar ik heb begrepen dat het toch niet kan. En als het niet kan, dan betekent het dat dus voor alle elektrische fietsen hetzelfde beleid gaat gelden. En dan is het de vraag, willen we dat? Dus ik wil graag kijken, ik ga het ook in de brief aan uw Kamer duidelijk melden. Kunnen we een onderscheid maken tussen fatbike en gewone elektrische fiets? Maar reken erop dat dat niet het geval is. En dan gaat dus een leeftijdsgrens of een helmplicht gelden voor alle mensen op een elektrische fiets. En dat kan een keuze zijn, dat is prima. Daarbij beginnen we donderdag met een campagne tegen het opvoeren van fatbikes. Dus ik hoop dat heel veel ouders en kinderen kijken naar die campagne en denken, laat ik het toch maar niet doen. Want je kunt natuurlijk op een niet opgevoerde fatbike je keurig gedragen in het verkeer. En dan hebben we het probleem ook voor een deel opgelost. Dus handhaving is zeer belangrijk. Ook daar zal ik in de brief uitgebreid op ingaan. De heer Bamenga, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik hoor een aantal vragen, dilemma's vanuit de minister. Kunnen we bijvoorbeeld hier überhaupt onderscheid maken, terwijl dat iedereen eigenlijk wel kan zien dat er een onderscheid te maken is tussen fatbikes en e-bikes, bij wijze van spreken. En het gaat hier echt om kinderen tussen 10 en 14 die ontzettend hier schade doorkrijgen. Ze scheuren nu zonder rijbewijs, zonder helm, zonder minimumleeftijd, zonder verzekering, scheuren ze zo door de straten heen met heel veel gevolgen. Letsel werd net nog gezegd. Gaat u naar de vraag? Iedereen roept de minister op dit moment op tot actie. En die actie die komt er maar niet. En daarom wil ik graag weten, waarom pakt de minister niet gewoon door? En zorgt de minister er niet gewoon voor dat die veiligheidseisen gelijkgesteld worden aan die bromfiets? Nou, wat de heer Bamenga hier naar voren brengt, voorzitter, is heel belangrijk. Mensen moeten zich realiseren, als je opgevoerd rijdt of harder dan 25 op je fatbike, ben je niet verzekerd. Ik denk dat het heel belangrijk is om iedereen te vertellen, want dat is een heel groot probleem. Als je een ongeluk krijgt, dat kan enorme gevolgen hebben, ook financieel, nog afgezien van het zware letsel. Dus ik deel de zorgen van de Kamer. U moet niet denken dat ik dat niet deel. Ik ben alleen net aangetreden als minister en ik wil graag met de Kamer in gesprek over welke maatregelen we treffen. En ik zie dat er ook debatten zijn op hele korte termijn met de Kamer. Dus het lijkt me heel verstandig dat ik toch even ook de Kamer de gelegenheid geef om hier goed over na te denken. En dan gezamenlijk met het kabinet tot goede maatregelen te komen. Dat lijkt me niet gek, want over een paar weken hebben we dat debat. Dus u moet het mij niet kwalijk nemen dat ik nu nog niet in de vakantie heb gezegd, laten we nu maar allerlei maatregelen invoeren en zo snel gaat het ook niet. Dus ik wacht toch even liever, ik ga eerst u informeren als Kamer wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn en dan kunnen we gezamenlijk hier een goede besluitvorming innemen. De Grinwis van de ChristenUnie. Voorzitter, dank u wel. Ja, voorzitter, zo aan het begin van dit parlementaire jaar past het ons natuurlijk niet om de minister iets kwalijk te nemen, maar vooral om heel veel succes en wijsheid te wensen. En dat doe ik dan bij deze. Maar deze minister is natuurlijk wel de hoeder van de verkeersveiligheid. En die legt zijn lot natuurlijk niet alleen maar in handen van de Kamer, maar vindt zelf ook iets. En mijn oproep aan de minister is om zelf iets te vinden. Dus bij de brief die hij zojuist toegezegd heeft om voor het commissiedebat over verkeersveiligheid te schrijven, vraag ik hem niet alleen uiteen te zetten wat allemaal wel en niet kan, maar daar ook zijn richting, wat hij ons adviseert mee te geven. Want wij kunnen dan wel de nationale denktank zijn. Wij zien graag ook een minister die de leiding neemt. Dus dat is mijn oproep. En specifiek vraag ik hem daarbij in te gaan op een paar dingen. Namelijk, is hij bereid een algeheel opvoerverbod door te voeren? Want dat hebben we nog niet. Ten tweede, is hij bereid
echt de richting te bepalen voor een helmplicht op e-bikes. Ja. Dus het liefst fatbikes voor minderjarigen. En daar wil ik graag echt de ins en outs van zien. Ja. Want ik denk dat daar een oplossing zit als er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen e-bikes en fatbikes. Wat we het liefst natuurlijk wel willen. De minister. Ja. Nou, ten eerste, er is een opvoerverbod. Je mag niet je fiets opvoeren. En zelfs het makkelijk op kunnen voeren van een fiets maakt de fiets illegaal. Dus we hebben wel degelijk maatregelen al getroffen. Alleen de handhaving is hier lastig. Want je moet al die mensen wel controleren. En dat moet je dan softwarematig doen. Ja, ik kan me voorstellen als politieagent dat je niet even die fietsen doorziet en ziet hoe dat werkt. Dat is heel ingewikkeld, zeg ik daarbij. Dat weet de Kamer ook. Het opvoerverbod geldt dus al. De helmplicht voor minderjarigen. Ja, het is een interessante gedachte. En ik heb daar zeker ideeën over. En ik wil best ook de Kamer informeren hierover. Maar ik wil wel even ook weten, is het allemaal uitvoerbaar? Dus ik heb gehoord dat in Zweden dus een helmplicht tot een bepaalde leeftijd geldt. Nou, dat is een interessante gedachte, want dan ga je dus niet iedereen raken. Maar we zien ook heel veel ongelukken met ouderen op elektrische fietsen die dan geen helmplicht hebben. Dus je kunt je ook afvragen waarom dan niet iedereen op een elektrische fiets. Dus we moeten er allemaal over nadenken. Ik zal dat ook doen als minister. En dan zal ik u in het debat ook mijn gedachten daarbij geven. Maar uiteindelijk heeft de Kamer het laatste woord. En ik hoop dat er verstandige zaken worden besloten. De heer Van Kent van de SP. Ja, voorzitter, heel Nederland ziet dat het levensgevaarlijk is. Levensgevaarlijk voor de kinderen op die fatbikes, maar ook levensgevaarlijk voor de andere weggebruikers. En ik begrijp niet helemaal waarom.